Mede hierdoor blijft Schiphol de vierde passagierslucthaven van Europa. Dat is een operationele prestatie van formaat. Van iedereen in en rond de terminal. Van balie tot bagagemedewerker, van stewardess tot schoonmaker, van floormanager tot food supplier. En waar ik bijzonder blij mee ben, is dat de vracht ook weer aantrekt. Vracht is toch een beetje de thermostaat van de economie. Sinds de zomer is dat gaan aantrekken. En dat zou je kunnen vertalen dat we het diepste punt van de recessie gehad hebben. Wij hebben de ambitie om Europe's preferred airport te zijn, maar vooral ook naar de toekomst te blijven. En dat betekent dat we in het internationale concurrentieveld bij moeten blijven en liefst nog een beetje voorop moeten lopen. 1,5 miljoen investeren per dag, 3 jaar lang, 365 dagen per jaar, 7 dagen per week dus. Dat is nogal wat. En dat betekent dat de reiziger het ook gaat merken. We moeten ons best doen om ervoor te zorgen dat die overlast voor de reiziger zoveel mogelijk beperkt blijft. Dat de reiziger begrip heeft voor wat we aan het doen zijn. En vooral kijkt wat we in 2015 en 2016 gerealiseerd zullen hebben.